this quiet and go get it like me. Whoa. Please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah. Whoa. Yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane. It's quiet and go get it like me. Whoa. Please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah. Okay. Kijk jongens, ik ben live. Dat wil ik zien. Hi vis, Greenhopper. Hoeveel gaat het worden, jongens? We mogen tegen Dest spelen. Mooi. Oké, wacht even jongens. Janu. Ga dat meemaken. Wel tryharden. Ik ga mijn best doen, jongens. Ik ga mijn best doen. Abonneer, lekker Jort, dat wil ik horen. Hij gaat dus met meerdere Ike's spelen, het boeit ook niet zoveel. Komt goed. Als hij mij even een invite stuurt, zou ik het helemaal top vinden. Hij stuurt een bijbel, deze gast. Ja, ik win een draftpotje en hij stuurt een bijbel naar me. Wacht. Ik ga iets proberen. Nu ik erover nadenk. Ja, die ga je pakken. Ik ga mijn best doen. Oké, top. Dat kan ook gewoon.
Volgens mij kan ik nu geen wissel meer doen. Oh, hey. Oh, helemaal top. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Ga je een pakje? Ga mijn best doen, jongen. Eredivisie Open Series, natuurlijk. Tegen Dest. We gaan ons best doen. Serenino. Mijn tong doet pijn, jongen. Ik heb een aft op mijn tong. Niet fijn. Zo. Ik zet zelf ook even een muziekje voor mezelf aan, natuurlijk. Ik ga even naar de bracket kijken. Want misschien kom ik straks wel leuk tegen... Als ik zou winnen tegen een hele goede tegenstander. Wie weet. Dat kan natuurlijk. Go to the game. Playoffs. Hoe laat begin je de pot tegen Dest? Ja, zometeen als hij mij invite. Ik zou graag willen dat hij mij een invite stuurt, maar we wachten even nog. Als het goed is, krijgen we zo een invite. En dan mogen we van start gaan. Ik heb een dikke vulkaan op mijn bek. Stop. Stop. Weet je, is helemaal top. Some legends are told. Sometimes you dust up to go, but you will remember me. That's van Ajax, ja. It's all it would take. Maak een Sant-Maximin en spits voor 110 geeft, dat kan niet. Jammer genoeg. Thank you.
Nu denk ik aan een milieu. Fabu! Ik heb opties. Hou die ding tegen mijn body. Ik heb geen opties als ik optie. Je zoekt al lang naar een uitweg. Geen van die lotto stapporten te tossen. Dus ik heb een obsessie voor money. Kleiber. Toen gingen die handen al in de air. Denk dat het door de strepkoop contest ons komt. Ons. Ik denk dat je Des moet fighten. Nee. Moet Kleiber respect, omdat je het zo lief vraagt. Eén moment. Opties klaren is een optie. Hou die ding tegen mijn body. Oké, jongens, let's go man. Ah, oh, het is nog steeds 85. Perfect. Oké, ik ga hem toch proberen te fighten. Hoi, hoi, hoi. En snel spel, kijk je tank, ik gooi hem even vol bij Shell snel. Nu zit Toonta op die Tilly net als Telcel. Noem mijn groep aan winst, ben met mijn troepen sinds. Hij speelt met 73 chemistry, wat een beest. Oh shit, ik heb geen asset tenues aan. Doe ik volgende potje wel. Doe ik volgende potje, jongens. Als je kijkt, SO naar jou. Ik doe zo meteen asset shirtjes aan. Doe rustig aan met hem. Kleiber staat er niet in. Zeker wel, Stan. Kleiber staat erin. Oké, jongens, let's go. Wow, ik zie daar een hele mooie R9 en Pele.
Golasso! 1-0. Kylian. Staat er inderdaad niet in, jawel. Wacht, ik ga ermee op af, ja? Eén moment. Oh, huh? What the fuck? Oh, dat is omdat ik mijn game opnieuw heb opgestart. Vaag. Dan zou ik hem zo er even in weer zetten. Jammer, Stanks, is dit death? Yes. Stanks, oeh, Stanks. Kijk, hij gaat scoren. Oh, niet. Hey, ben met gang of geen beveiliging? Heeft hij zijn eigen poppetje erin? Mag toch hopen van wel? Of heeft hij geen eigen pop? Ja, hij is aanvallen niet slecht. hij springt even van zijn voet af. Zit nu tegen Dest, ja zeker weten. Oké, ik ga even stoppen met skillen. Misschien ziet hij dat als disrespect, maar zo bedoel ik het eigenlijk helemaal niet. Oeh, vrij trap. Hoi Dani, yo, Iron Scheffer. Leuk dat je erbij bent. Heeft hij 99 dash? Ik denk het wel. Het is wel leuk als hij die heeft opgesteld. Oeh, dat is een golasso voor Kylian. Lekker paasje. Ja, hij heeft zichzelf erin staan. Dat is wel leuk. Hij heeft een 99 des erin. Dat is wel fucking vet. Hij heeft wel een mooi team, moet ik zeggen. Haha, stinks. Oh.
Ah, Svensson. Oh nee. Oh, Upa Meccano beest. Oh, hij kan alleen niet draaien. Hij doet niks. Oeh. Oeh. Oh, de counter. Oeh, Rona. Maar nee, die pros altijd prime Pele. Ja, het is toch een beetje een respectmomentje. Oeh, Jori. Jammer. Oh nee, oh nee, oh nee. Ah, Chris. Mijn bab. Oh. Denk dat dit een rode kaart is. Ah, oké. Okay.
Oeh, oeh. Vies. Thanks. Oh, goede paas. Oh, goede aanname ook. Oeh, hij maakt nog 3-2 ervan. Ah, oh, wordt nog spannend. Wordt nog spannend. Oh shit, al. Oké, okay, daar gaat mijn bab. Op Stanks. Maakt Stanks hem af. Oeh, nee, jammer genoeg niet. Sint Juno. Dest goed. Ja man, hij is best wel goed. Ruud! Met hopelijk de beslisser. Joost Tannel 53, leuk dat je erbij bent. Goed verdedigd. Ik vind het zo leuk dat hij 5-6 kills heeft, die Hernandez. Ik doe nooit die rainbow flick, maar gewoon omdat hij 5-6 kills heeft, vind ik het leuk om te doen. Oeh, oeh. Had hij al af mogen maken. Kilian met de Golazo. Dit is wel de beslisser, 5-2. Gaat hij hem in één keer nemen. Ga je checken op de highway. God, I'm with it.
nobody in my lane is quite go get it like me. Wow. Please don't be wasting my time with that business. GG, man. Kilian met de hat-trick. Flex, ik voel je neer. Oké, en die gaat Kluiber er wel in. Allebei 10 schoten. Flex en de functioneer. Ja. Nee, ik weet niet of het goed voor me is. Al die cijfers in mijn kop steeds. Joko 1983 moet ik nu tegen. Al die cijfers in mijn kop steeds. Nee, ik weet niet dat het goed voor me is. Laat mij met rust zolang je geen last hebt. Ik flex en ik functioneer. Ja. Spoel je straks nog, jazeker. We zitten nu bij de laatste 16. Ik zou even de shirts aanpassen. Moet natuurlijk ook gebeuren. Kom ik binnen in de club, maar niet aan mijn trekken. Oké. Hopelijk reageert die guy even tegen wie ik moet. Best wel triest eigenlijk, maar elke tussenstop is zonde van mijn tijd. Je moet het pakken. We hebben jouw account verborgen in de chat. Heb je ooit wat gedaan dan? Ik ben bij jou verborgen, hoezo?
Glyra moet er nog in. Ik support je altijd. Dan weet ik het niet, man. Dan heeft iemand anders dat misschien een keer gedaan. Ik ben benieuwd, Dani. Hij heeft mij 2-0 gepakt. Is die goed dan? Ik ben benieuwd. Dat hij nog eens op 100 gechoked dit weekend. Oeh. Hij kan wel spelen dus. CS7 is je prima teampje. Oké, ik ben benieuwd. Deze man is echt goed, oké. We gaan ons best doen. Hij haalt dus top 100 zo te zien. Welke eredivisie spelers rockt hij dan? What the fuck? Het zal wel. We gaan meemaken met welk shirt we spelen, jongens. Ik weet niet wat dit is, maar ik heb net asset shirts aangezet. Come on, Ali. Huh? Ze zijn voor mijn tegenstander dus? Wat blind, jongens. Ze zijn voor mijn tegenstander. Jammer. Staat Gullit op full team? Nee, op 6 of zo. Mannen, we gaan lichaam uit. Die kan allemaal komen. Ik heb een kleine bonnie in mijn trui. Ik kan alles aantonen. Tagliafico en... Ah, Martinez. Logisch. Bro, ik heb echt lijpe shirts gekregen van dit spel. What the fuck? Deze shirts zijn echt ziek raar. Ik heb asset shirts aangezet.
What the fuck? Climber! Ben voor jou, lekker. Dat wil ik horen, jongens. Ik speel alleen maar hippe man. Wow, Climber. Zo, hij speelt wel agressief. Vito, ik weet wat je bedoelt. Soms. Van het trappenhuis. Climber, joh, what the fuck doe je allemaal? Ja, sorry man, ik weet niet wat ik allemaal zie. Hoi joh. Ik ga lekker money te burnen,
zieke goal. Money to burn. Jammer. Als het motherfucking licht uit is. En ik ben met mijn... Tegen wie is dit? Iemand, geen idee. Hij had 28-2 dit weekend, dus hij kan wel spelen. Als het motherfucking licht uit is. Dat is wel een hele domme paas. Blijf bij mij, ik ben met je girls en ik ben met mijn poen. Nee man. Gullit traag zat. Oh. Dat is wel heel slecht.
Goeie paas, Ruud. Ah, GG. Goeie goal. V2. Lastig. Wow, oké dan. FIFA 21 zonder publiek. Ja, waarschijnlijk. Deze shirt glitch kapot had. Iedereen heeft ook rugnummer 42. Ja, heel raar. Ook een glitch die ik nog nooit heb meegemaakt, als ik heel eerlijk ben. Wow, ref. Ref! Oké, GG. Goed gespeeld. Weer een hattrick van Mbappé, hè? Wat een beest. Even kijken. Ogen in mijn rug. Zo paranoid. Oké, dan moet ik wachten. Een blouseje aan het raam, weet je, moet nog bestaan als je op paper bent. Dani, neem je dingen ook zelf op? Het is niet alleen stream. Ja, klopt, ja, Tom, wat dan? Ik neem ze op, ja. Ik heb gelijk gestuurd aan Bakka dat het goed komt.
de top 5, ben een van de laatste 5. Die slow flow klomt aan alsof je praat met mij. Wat als ik gewoon lang lek op ofzo? Kan ik ook gewoon opstellen. Dat is beter dan Upamecano, die is wel heel slecht. Lang lek, hoe duur is hij? Oh joh, hij is maar 20k. Ah, oh. Al die money die ik gaf, al die lobby die ik gaf aan. Ik weet het nummer. Pauw. Wanneer is tots? Weet je dat, Daniel? Ik heb geen idee, Zakaria. Ik heb geen idee, man. Oké, nice. Hele dag. Motherfuck. Leuke loting. Ja, man. Wanneer zijn ze het duurst en waar net goedkoop? Weet je, ik heb geen idee, man. Ik heb 0,0 verstand van die hele markt. Hey, hele dag met migraine. Hele dag met migraine. Zie de lichten willen niet wennen. Lichten willen niet wennen. Ik heb geen tijd meer voor zijn.
city bumping. And frankly, they did not see that coming. I'm the perfect mix of the Gestapo and El Chapo and Picasso. Except my skin is blanco. And watch me drop the needle into a fetal position. Get my rock on. Old friends wanna get their talk on. Making excuses for why I made it. Cause they hate to see me spot on. I just narrowed down my targets right until I'm locked on. I've never needed to buy a necklace to get some neck. When I'm checking my set list. No second guessing, you're not a contender. Met wat voor dit team ga je dit weekend spelen? Ik heb nog geen idee. Moet ik nog verzinnen. Die video moet woensdag ook online komen. Geen idee. Wat voor team is leuk? Braziliaans team dacht ik misschien. Of een Frans team. Ik wacht op een nieuwe tegenstander, maar ja, ene Lord Snuffle of Shirt Cool. Ik heb geen idee wie die guys zijn, maar we gaan het meemaken. Hoe gaat het? Lekker Tobio met jou? 100 kijkers bijna, lekker. Voel je Brazilië, voel Frans. Ja, daar zat ik ook over na te denken. Lijkt me wel een leuk idee. Oké, top. Ik moet tegen Lord Snuffle. Geen idee wie dit is. Hij heeft wel 4-0 gewonnen. Birthday die Maria een onverhandelbaar pack. Goed, ja, ik denk het wel, man. Als ik eerlijk ben. Ziet eruit als een goed kaartje. Thank you.
Links, rechts, ik haal eruit wat ik invest. Ja, hij mag me wel inviten op zich. Wat ga je doen met die 2x2 mil in een ander team investeren? Ik moet weer een nieuw teampje bouwen voor aankomend weekend. Ga dat meemaken. Als je wint, waar gaat dat geld naartoe? Ik denk in kinderen naar Afrika. Lijkt me wel een leuk doel. Nou ja, niet een leuk doel, wel een goed doel. Ja, hij mag me op zich gewoon een fightje sturen. Klein fightje. Yo, Isaac. Leuk dat je erbij bent. En TC, I'm mine. Leuk dat je erbij bent, ouwe. Hoe gaat het? Lekker, Bo, met jou? Daar mag ik mod zijn. Ik zit niet op het Asset-kanaal, dus ik kan dat niet bepalen, man. Sorry. Zekerheid. Hij heeft me een invite gestuurd. Eindelijk. Oké. Blijf me niet twijfelen, meisje. Nee, al die heisa toe is rustig. Je hebt alleen jezelf er mee. En voor altijd samen blijven niet twijfelen, meisje. Nee.
Nou jongens. Tegen wie moet je? Darreuk 13. Ik ken hem niet. Geen idee wie het is. Wanneer zijn de derde Eredivisie open series? Geen idee, man. Moet je even naar het Insta-kanaal gaan van de Eredivisie. En dan hoor ik mijn wekker en de app van mijn stekker. Volgende waggie is zonder dak. Jullie maken pitjes droog en we maken pitjes nat. Ey. Voor een uurtje smoken. Wat? Ja, ja, go! Hij haalt er dezelfde uit. What the fuck zie ik? What the fuck zie ik? Ja, helaas. Ik weet niet wat ik meemaak, jongens. Ik weet niet wat ik meemaak, als ik heel eerlijk ben. Gucci moet even scoren. En waar ben je ook goed? Kijk dan, ik schiet. Ik klik op het schietknopje en hij hapt zo de bal eruit. Hij gaat nog blij doen dat hij gescoord heeft ook. Waffles of wafels, hash onder met nagels maar. Ik ben een zuur, ik drink alleen Fernandez ginger met ijs.
Gucci aan de bal. Oh, slechte aanname. Is die money optie daar, dan skip ik die ho. Je hebt goede FIFA, dankjewel Danny man. Ik waardeer het. Ik moet even zakken, daarna moet ik weer gaan. Kijk, 2-0 bij rust. Prima. Meer dan prima zelfs. Hij heeft 0 schoten gehad. Hij zit alleen een beetje rond te spelen. Voor de rest doet hij niet zoveel. Wat vind je van Hazard 4-9? Best wel goed. Uitspel. Dat speel ik slecht. Ah!
Jongens, als jullie vragen hebben, kunnen jullie het gewoon stellen. Anders zit ik hier een beetje als een dood iemand zonder te praten. Met vragen kan ik de stream vullen. Wel een beetje normale vragen graag. Ik zie nog voor hem ook. Chillado is een beetje leuk, schat. Beste wedstrijd van AZ dit seizoen. Tegen Ajax vond ik toch wel leuk, man. Als ik heel eerlijk ben. Kun je type? Je bent het type dat op mijn weef wil springen. Normaal Hazard vind ik echt slecht. Oh, oeps, vind ik ook, man. Vind ik ook, maar deze Hazard is wel goed. Een wilde man op mijn weef springen. Oké, GG. Laat ik even mijn score invullen. Nul schoten tegen. Kijken wie mijn volgende tegenstander is.
Wow, die is al heel lang bezig. Oh, we zitten al in de halve finale. Hey, als het goed is er nieuwe content. Als het goed is er nieuwe content. Premio Jumum goudpakket, ga weg gast. Clubs max 7. Oeh. Club max 7. Oké. Wat vond je erger om te pakken? Nakata of Inzaghi? Ik moet heel eerlijk zeggen. Nakata was na Inzaghi, weet je wel. Dus die was echt wel heel kloten. Laten we daarop houden. Dat was echt, echt triest. Gewoon pijn in mijn hart. Kijk eens. Oh mijn god, we moeten ook nog een hoger team hebben. Poeh, Abu Dhabi. Nee. Ik denk alleen aan. Kijk eens aan. Top. Zet info Stanks in je team, die heb ik al. Geen borden. Verrassing. Oké, ja, ik zit nog steeds te wachten op mijn tegenstander. En die bot is dus al 37 minuten bezig. Ja, sorry man. Maar... zit je nog in het toernooi? Ja, ik zit half finale nu. Oeh, heb je ook wel zo'n autistisch trekje of zo? Dat je trilt? Oeh.
Ai, ai, ai. Abu Dhabi. 50k packs. 50k packs, mate. Succes, dankjewel Pepijn. Ik waardeer het, ouwe. Ik waardeer het. Die pot is al 39 minuten bezig. Ik denk alleen dat. Oké, ik moet even een shareplay aanzetten. Het trekje komt uit het niet. Ja, hè? Jij snapt het. Ja, ik kan ook niet de enige zijn. Je moet tegen Jens. Wat dan? Wie zegt dat? Jens is aan het spelen. Die heeft nog niet eens gewonnen. Die staat in de 78ste minuut gelijk. Dus ik weet niet hoe jullie daarbij komen. Ik moet ook nog eerst zeggen iemand anders, hè? Ik moet even Bassie inviten. En de top bereiken. Het leven om gewoon te grinden. Als het goed is, moet ik zo met Bas facetimen. Als je soms aan het slapen bent, krijg je hoofd een rare trilling. Nee, dat heb ik niet. Ik moet tegen J Broeders 050. Oké. Okay.
En Jason Derulo. Dit is toch echt zijn PSN waar ik tegen moet. Oh, ik heb hem als vriend. Grappig. Heel grappig. Dat wist ik niet. Wow, Juna heeft verloren. Wow, Jens staat achter. Rip Jens. Rip Jens. Hij verliest. Hij verliest. Mijn PlayStation loopt vast. Ik wil op mijn vrienden klikken, maar dat lukt niet. Ah, nu wel. Top. In de 8016, in de 038, in de 038. Jens kort kick of moet ik langer wachten? Oké, we kunnen gewoon beginnen, jongens. Oké, let's go. Jee, broeder, is Jonna van Peck? Nee, man. Volgens mij niet. Of is het wel Jonna van Peck? Oh, kan trouwens wel. Nee, Tony deed mee.
Ah, wat een graf dus aanname. Oh. Ja, ik zag het al. Kut zo, jongen. Ja, laat maar.
stengs, jongen. Hij loopt helemaal vrij. Zo, dit is wel heel blind. Brakama Chaka van Louis Vuitton. Yo, Bas, wacht even, grap. Ja, ze heeft verloren. Oeh. Hij lijkt wel een klein beetje, man. Nog even, ik moet even met Bas bellen. Heb ik het idee. Wow, hij blijft. Oh, ja. Hallo. Benna! Hallo. Thanks, Gulasso! Delphin!
Oh, kick-off. Jonas, bro, is dit Jonas Blues Clues of niet?
ga het nog een keer proberen. Goeie goal, man. Hou je hoofd omhoog, niet weer een kick-off vraag. Goulash! Jim Button! Kijk eens aan! Slow flow, go fast, kaas, ik piep en ik paas. Kom la. Niet buiten foto.
Wat een kutpotje toch. Bassie belt jou de hele tijd. Ja, ik bel hem ook, maar het werkt niet, man. Ik zie niks binnenkomen. Fucking irritant. Tell me where the cash at. I'm gonna run around the city in the mad black. And they all
Oké, wacht. Basie! Yo! Hallo? Hoor je mij? Moet je betalen via PayPal? Ja man, hoeveel heb je gespeeld tegen DS? 5-2 gewonnen. Yo! Ach joh. Oké, top. Vast wel. Dankjewel. Bro, ik kom er nu pas achter. Jet zegt het tegen mij. Ik app hem, speelde ik net tegen jou. Hij zegt ja man. Ik had het geen eens door joh. Jee broeders. Wat ziek zeg. Ja. Bro, jee broeders 050. Hoe moet ik nou weten dat dat Jonas is? Ja, Jonas Brothers. Ja, ja, ik dacht al, waarom is die zo goed? Terwijl hij, nou ja, ik dacht niemand kent hem eigenlijk. Maar waarom is die dan zo goed? Maar het was Jonas. Ik heb die sowieso aanstaan. Jongens, ik ben nu tegen Bassie aan het praten natuurlijk. Dus als je dat nou wilt allemaal wat meeluisteren, ga dan even naar het E-Divisie kanaal tegelijkertijd. Blijf hier wel kijken. Zet alleen deze even op geluid stil. Nick, ik moet zo meteen weer. Ik weet niet wie tegen wie. Waarschijnlijk tegen... Ja, ik heb dat ook gewoon al toegestaan. Oh ja. Ja.
Jij valt ook steeds weg bij mij, man. Ik moet tegen Dinant. Oh, wat een fenomeen. Tattoo you 72. Oh, dat je mij via monitor hoort, maar dat ik jou via je headset hoor, zeg maar. Alleen hebben ze wel slecht geluid van mij, waarschijnlijk. Bassie, steuntje. Kijk, nu heb ik ook echo van mezelf. Maar het maakt niet heel veel uit. Ik heb ook altijd dat ik niet weet hoe ik mensen moet laten horen op mijn streams. Ik heb letterlijk geen idee. Oh, hij heeft me een invite gestuurd. Ja man, wel iets slechter, maar dat boeit me niet zoveel. Wanneer was hij tegen Dest? Eerste potje wat ik speelde vandaag. Nu werd ik er erg op. Chill toch? Ja, zo erg, jongen. Hallo? Nee man. Maar de vraag is, hoort de stream mij? Je hebt wel een zwarte facecam op stream. Oké. Bassie probeert even zijn geluid te fixen. Ja, ik hoor hem wel, Marion, maar hij mij niet. Nou ja, hij hoort mij wel, maar de stream hoort mij niet. Hallo jongens. Hopelijk horen jullie mij. Ik zou wel chill zijn op zich. Kleintje maar.
Let's go, we kunnen van start gaan. Ah, iedereen zegt ja, maakt niet uit. Wacht, moet ik die pot starten of niet? Ah, ik moet toch even wachten. Ja, ik heb geen idee. So legends are told, sometimes you just have to go, but you will remember me. Fenomeen, hè? Zie jij je scherm al? Ja, wacht, dan stop ik even met het potje. Doe maar. Hij wordt gek. Hij wordt gek. We zeggen basistentje. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, helaas. Die kan je niet maken, man. Oké, hij is voorgesteld. Yay! Fikke trekker! Hey, let's go, we kunnen van start gaan. Oh, nice! Hey, zou ik wat leuk feitje vertellen? Het is de nummer 17 tegen de nummer 18 van de Eredivisie. Het zijn de leukere feitjes, hè? Wil je alleen Bassie door je mic schreeuwen? Bassie! Ja. Succes, jongen. Oh nee, wat hoor ik? Shit, ik moet uitkijken. Ik onderschat schat daar niet.
Nee. Nee, man. dit is wel een lekker fase, man. Doe je goed. Nee. Gucci. Oké. Wow, hij blijft aan de bal. Dan probeert hij me daarna ook nog te fixen. Ik heb wel een vriendin, hè? Zo. Oh ja, dat is wel een leuk grap. Wat hoor ik allemaal? Ja, godverdomme man. Ik zit elke keer die kutpotjes te concentreren, hoor ik jullie nu. Godver. Daar gaan we, team. Kelvin! Golazo! Kelvin! Oh, de tussendoor. Wat lekker. Ja.
Nee, man. Heb jij geschoten? Denk het niet. Ik ren achter een bal aan, hè? Tactische wissels van Thomas. Ja, love, ja, 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 zet hem erin. Voor Pele. Hij gaat hij nog echt doen ook, hè. Dat is nog wat erger. Wauw, bluf, bluf. Oh, gebrekt! Ik dacht ook niet, joh. We spelen gewoon. Oh, ik mag het goede doel uitkiezen. Als ik win. Ja, was wel leuk toch? Gezellig. Hoeveel stond het toen je inschakelde? Ah ja. Hoeveel had jij gespeeld dan? Typisch. Ja, dat is wel een beetje zuur, hè? Klein beetje. Wat een klote aanname. Ja, mijn hele team is fut birthday. Kijk je mijn video's geen eens. Je bent jarig. Jarig Jopje. Je bent jarig. Neem een dropje. Je bent jarig. Je bent een held. Je bent jarig. Geef ons geld. Ken je dat niet? Van Barnyard. Is van vroeger, hè? Ja, man. Is echt van Barnyard. Oh, shit. Maar je kent heel Barnyard ook niet. Wow, zeg maar niet. Precies wat je zei, de beesten van... Ja, dat programma. Nee, 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 nee. Die niet. Kijk, de bank zit dus, maar ik ga het niet de Barnyard noemen. Ja, dat zijn een paar aanpassingen, ja. Gebrengd! Oh! Oh, wow, 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 wow. Even normaal met die druk. Even normaal met die druk. Pick tracker. Hey! Oh shit, kan eigenlijk niet, hè. Hij skipt.
Hij skillt er nog even op los. Hij zit in de aanval, hij gaat skillen. Gaas, een roze varken, jongen. Hoe bedoel je, Dino? Dino? Ben je gek? Het is met die intro dat ze uit een luchtballon flikkeren. Ja, dat is echt zo. Sommige mensen hebben het niet zo breed, Bas. Die hebben gewoon 85 rated spelers alleen maar. Ja, maar stel je voor, je hebt de 75 speler baas en dan kan je dus gewoon als 85 erin wisselen. Ah, hij wordt gek, hij wordt gek. Stop, stop. Ah, loop door dan, grappie. Wow, wow, wow. GG, jongen. Wat een pot, jongens. Nu was grote tegen 1. Daarom, komt goed, jongen. Ja, tuurlijk. Ja, hey, later jongen. Yo. Ja, hartstikke leuk toch? Voor het goede doel, dus daar. Nee, ik vind het wel gewoon leuk dat het voor het goede doel is. Dus, en dat ik hem mag uitkiezen. Oh, ik moet kiezen uit iets. Oh. Anders ga ik voor de kinderen in Afrika. Goed doel, toch? Dankjewel. Dankjewel, jongen. In de gloria, in de gloria, in
Ja, echt zo. Oké, hey, jongens, ik ga ook offline. Het was een leuke stream. We zijn kampioen geworden. Dat is mooi. We hebben gewonnen. Dus dat zie jullie vast nog wel op het Eredivisie kanaal verschijnen. In ieder geval hartstikke bedankt.